Welkom bij een nieuwe aflevering van Find the Creator. En dit keer heb ik echt iets geweldigs, iets van Surinaamse bodem. Weet je hoe lang geleden het was dat we een echte Surinaamse film in de bioscoop konden gaan kijken? Na One People hebben we nu eindelijk de film met passende titel Suriname. Niets meer, niets minder. Weet je wat, laten we gewoon even naar die trailer gaan kijken. Ai. Die jongen. Je weet heel goed wat ik wil horen. Ziet er goed uit? Geen leugens meer. Ik beloof het. Hoe ik daar ben. Virgil wil je spreken. Welke Virgil? Virgil. Mijn beste naar rechter, dames en heren. Het enige wat ik wil is mijn familie beschermen. Hey, kijk maar, Matty. Weet jij wie het heeft gedaan? Jij blijft precies hier. Bij mij. Iedereen die hier iets mee te maken heeft, is straks dood. Hoe vet is dit dan, brada? Wat is dit? Awazi biglikwa kan country. Nawa aksi otro eeuw. Oké, dus mensen, vanaf 20 februari kunnen we hier in Nederland bij de bioscopen terecht. Want dan gaan we kijken naar Rodney Lam in de hoofdrol als Winston. Faya Laurens hebben we natuurlijk gezien. Jo Silvio speelt erin. We hebben Yeti Marutin. Fernando. Oh man, Mr. Phoenix. Die acteert toch gewoon geweldig. Rodney, Cyril en Rosita. Boy, als ik je zeg dat ik klaar ben om met Krauw Krauw Beestje te gaan. Om deze film te gaan bekijken. Nee man, echt. Geschreven door Rodney zelf. Geproduceerd met Surinaams geld. Op Surinaamse bodem. Alles is Surinaams aan die film, dus we hebben geen reden om niet te gaan, om onszelf te gaan vermaken. Dus ik zou zeggen, ik ben heel erg trots. Jij gaat me in ieder geval zien, 20 februari in de bioscopen. In Suriname is hij al in première gegaan. Het is straks aan ons om deze film hier in Nederland te gaan bekijken. Ik ben super trots, een Surinaamse productie. Let's go. Bedankt voor het kijken, dat was heel even een korte Find the Creator. En ik zie je bij de volgende aflevering. Hey, vergeet niet te liken en te subscriben. Support mijn kanaal, ik ben een vaste Surinamer die je support goed kan gebruiken. Bye bye.